Laten we beginnen door de stem levendiger en krachtiger te maken. U kunt audio effect plugins gebruiken om uw audio om te toveren of te pimpen. Elke audio track in een Vegas project kan een reeks van maar liefst 32 effecten bevatten en een aantal high quality plugins die samenkomen met Vegas. Klik op de track effects knop in de track header van de audio track. Elke audiotrack bevat 3 van de meest gebruikte plugins. U ziet ze hier in een reeks. Als u de parameters van deze plugins niet wijzigt, zal het natuurlijk ook geen effect hebben op de audio. Dus hoeft u zich niet druk te maken als u geen gebruik van ze wilt maken. Maar in dit geval gaan we wel gebruik van ze moeten maken. Het eerste effect is de Track Noise Gate. Dit effect gaat u helpen om ongewenste ruis te verwijderen uit de audio. Plaats uw audio plugin venster zodanig dat u uw audio gemakkelijk kunt afspelen. U gaat uw audio meerdere malen moeten afspelen terwijl u veranderingen aanbrengt aan de plugins. Laten we gelijk van start gaan daarmee. Dubbelklik op uw audio event. Dit creëert een geselecteerd gebied dat kan fungeren als loop region. Een loop region geeft een gebied aan dat herhaaldelijk zal afspelen als u in loop playback mode bent. Neem notitie van de grijze balk boven de time ruler. Dit is de loop region. Klik op de loop playback knop. De loop indicator is nu blauw geworden, wat aangeeft dat u nu in loop playback mode bent. Als de cursor aan het eind van de loop region komt, begint het automatisch opnieuw te spelen, zolang u niet op stop drukt. Hij gaf ons toestemming om zijn beelden te gebruiken gedurende deze cursus. Om te beschikken over deze beelden, moeten we onze dank uitbrengen aan Accelerate Studio. Gezien ze al eerder in zulke situaties gefilmd hebben, wisten ze de juiste rijdende beelden te filmen. Er is gefilmd vanuit verschillende hoeken en close-up shots die we op een andere manier nooit zouden kunnen krijgen. Om u te kunnen leren monteren in Vegas, hebben we van Pompers met zijn... Een noise gate zet een drempelwaarde waaronder alle geluiden worden genegeerd. Met andere woorden, zullen alle geluiden die niet tenminste even luid zijn als de threshold settings, niet worden toegelaten door de gate naar uw oren. U heeft controle over de threshold level. Druk op play en schuif de threshold fader naar boven terwijl het afspeelt. Terwijl u dit doet, zult u merken dat u de zachte geluiden en ruis niet meer zal horen. Stel de threshold level zodanig in dat u geen ademhalingen meer hoort tussen de woorden. Maar wees voorzichtig dat u niet te ver gaat, anders zult u merken dat u geluiden aan het verwijderen bent die u wel wilt. U moet vooral letten op de S-geluiden. Probeer het te houden op min 29 decibel. Dat werkt heel goed in de meeste gevallen. Stop playback. Druk op de track compressor tab om de instellingen te bekijken. De controls hier zien er misschien een beetje ontmoedigend uit, maar u kunt er heel goed gebruik van maken als u de basisbegrippen begrijpt. Alvorens u aanpassingen aanbrengt, speel het project af. Kijk naar de masterbus in het mixervenster. U merkt dat de volume van de audio piekt bij ongeveer min 4 decibel. U merkt ook dat de volume zachter is dan min 12 decibel bij zijn laagste piek. De bedoeling van compression is om de afstand tussen het hoogste en laagste piekpunt te verkleinen. Het effect hiervan is dat uw audio luider gaat klinken, maar als u niet op de juiste manier gebruik maakt van dit effect, kan het zijn dat u distortion krijgt. Een ander woord voor distortion is storing. We kunnen de voice-over gerust opkrikken.
U kunt gebruik maken van presets die in de meeste gevallen wel het gewenste resultaat opleveren. Kies 6 staat tot 1 compression starting at min 12 decibel in de preset drop-down list. De stemvolume klinkt gelijk luider. Als u kijkt naar de masterbus is de gemiddelde peak level nu min 6 decibel, maar u heeft nu een ander probleem. U merkt dat de audio ergens aan het begin piekt bij 0,0 decibel. Deze toestand wordt digital clipping genoemd en het moet ten allen tijden voorkomen worden, omdat het voor lastige storingen kan zorgen in uw audio. Druk op stop na de clip. U ziet 1,2 staan in een rood balk. Dat wil zeggen dat het 1,2 decibel te luid is of overmoduleert. Dit kunt u oplossen door de output gain met min 2 decibel te verminderen. Klik in de rode balk om de parameters te resetten. Speel de audio af om te controleren als het nog klipt. Nu daar u het audioprobleem hebt opgelost, kunt u stop drukken en het audio plugin venster sluiten.